Reeds van Nugget kijken. Mijn naam is Valentine. Misschien ken je me al van mijn YouTube kanaal. Ik ben Dina's DIY vlogger en vandaag laat ik een DIY speciaal voor Koningsdag zien. We gaan vandaag fotoprops maken, dus laten we weer snel beginnen. Voor deze fotoprop gebruik ik rood, wit en blauw karton. Op het witte vel tekenen we een vlak van ongeveer 10 cm lang en 15 cm breed. En knip het daarna uit. Maak daarna een rode strook van ongeveer 3,5 cm lang en 15 cm breed. Dit knip ik vervolgens uit en ik doe precies hetzelfde voor het blauwe karton. Plak de twee stroken vervolgens op het witte vlak. En laat alles daarna drogen. Ik breng lijm aan op het stokje en daarna plakken we het stokje op de vlag. Dan gaan we een tulp maken en daarvoor gebruik ik roze en groene karton. Teken eerst een simpele tulp en knip het vervolgens uit. Voor de stengel teken ik een strook van 12 cm lang en 1 cm breed. Daarna teken ik nog twee plaatjes aan de stengel. Daarna knippen we het weer uit. Nu lijmen we de stengel erop en lijmen we een stokje aan de tulp. Nu gaan we een kroon maken en ik heb gewoon een simpele getekend. En op internet kun je allemaal kronen vinden. Ik heb bijvoorbeeld deze nagetekend. Vervolgens knip je je tekening uit. En je kunt er vervolgens een stokje aan plakken. Dat was de DIY alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en succes met het maken ervan. Hieronder en hieronder kun je nog doorklikken naar twee andere video's. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan zie ik je volgende keer weer. Doei!